Het Hoogheemraadschap werkt samen met een aantal vrijwilligers om voor de waterkering te inventariseren hoeveel vis er zwemt, zodat de waterkering op tijd een stukje open kan. Het gemaal is de grootste toevoer van zoet water, daar komen de glasaaltjes op af. En we gaan een opening in het gemaal creëren waardoor die glasaaltjes als het ware naar binnen kunnen gaan. En dat betekent dat we actief een lokstroom inzetten van zoet water om de glasaaltjes te lokken. En dan met een aantal schuifjes die open en dicht gaan, zorgen we ervoor dat er een flinke leidinginhoud met glasaal het zoete water in kan stromen. Dus als het ware zetten we de poorten hier onder het gemaal open, zodat ze naar binnen kunnen. Voor glasaaltjes is het belangrijk om naar zoet water te kunnen zwemmen, om zo uit te groeien tot een paling. Op het toppunt kunnen er tienduizenden per avond zich verzamelen in dit soort plekken. Glasaaltjes laten zich bij deze meting niet zien. Wat is het? En wij denken dat dit een blankvoren is.